gebruiken nu bijvoorbeeld duindoorn best bij een hartig gerecht. En dan is hij nu mee bezig bij een zoet gerecht. En in combinatie met wat groenten en met dillen en zo. Ja, dat zijn wel leuke dingen. En dan denk ik van ja, dat is nu in deze tijd is het eenmaal zo. Er wordt groenten worden gebruikt in desserts. Vroeger natuurlijk nooit, werd je voor gek verklaard. Dus, en, ja, hun zijn natuurlijk een stuk jonger en zijn ermee bezig. En dat is een wisselwerking. Ja.